Pats. Ja, Pats. Dit lijkt net een vieze pedo in Thailand als een kind. Maar dit is toch heel vies? Roddelpraatmaker Dennis Schouten werd vandaag met een behoorlijke kater wakker na een avondje stappen door een messteken in zijn gezicht. Peter Plasman, advocaat van de familie De Mol, heeft een sommatie naar Roddelpraat gestuurd. De Mol is een bodemprocedure gestart tegen Dennis Schouten en Jan Roos. Vertellen ze in Roddelpraat. Roddelpraat versus Femke Louise. Ik heb onlangs wel een rechtszaak gehad met Roddelpraat. Daar ga ik het niet over hebben. Dat laat de zangeres weten in reactie op een video van Roddelpraat. Een bom ontploft toen Roddelpraat met een verhaal kwam over Carla Bosshard. Dennis Schouten en Jan Roos, inmiddels wereldberoemd in Nederland met Roddelpraat. Oh ja, Roddelpraat, verrek. Ja. De zoutkamer. Ja, ik ga een nieuwe therapie volgen. Ja. Ik zit donderdag in de zoutkamer. Prachtig. Kijk, ik word me niet beter. Mijn huisarts heeft het opgegeven. Die heeft gezegd, ja, ik kan je ook niet helpen. Terwijl ik gewoon doodziek ben al maanden. Dus ik ga het op de alternatieve wijze doen. Moet je horen, mijn stem is ook weg. Ik beval steeds verder uit elkaar. En ik ga dus naar de zoutkamer. Ja, en dan ga je naar van die dokters die dan altijd later vaak bij Alberto Stegeman in beeld komen. Omdat ze ook zeggen mensen met kanker te kunnen genezen. Nee, dat valt wel mee. Want die route ben je nog niet? Nee, maar ze doen... Ja, nou ja, daar kom ik wel terecht, dat weet ik zeker. Ja, dat je maar uiteindelijk met zo'n man aan tafel zit. En dan sta je te dansen in de kamer en dan ben je hersteld. En dat hij dan water in gaat stralen en dan moet ik dan drinken. En dan gaat al die tumoren weg. Ja. Nee, dit is in een kamer vol met Himalaya-zout. Moet ik gaan zitten? Een kwartiertje. Dat kan toch weinig kwaad, zou je zeggen? Ja. Nee. Ja, of je moet kanker krijgen van Himalaya-zout. Maar ja, zoals je hoort, gaat goed. Ja, gaat niet zo lekker. En wat ook niet zo lekker ging, waren de reacties direct nadat we de vorige uitzending online hadden. Ik zeg alarmen, toeters en bellen. Want we kregen direct mail. En wat voor mail? Een advocaat. Ach, jezus. Ja. Dat had je toch niet verwacht? Ja, dat had je toch niet verwacht. En dan denkt u, had dat dan te maken met Wim Kieft? Want er waren de mensen boos over. Och ja. Dat jij Wim Kieft had beticht van drugsgebruik bij Hotel Aardesloot. Ik had helemaal niks. Ik ben gewoon brenger van het slechte bericht. Ja. En ik hou ook van Wim Kieft. Ja. En het is niet dat ik heb gezegd, ik zag hem snuiven. Ja. Ja, ik vertel alleen maar wat mijn spionnen hebben verteld. Ja, ja, laten we dat. Zo krijg ik ruzie met Wim Kieft als je op deze manier gaat lullen. We moeten toch even overnieuw beginnen, denk ik. Want ik vind hem iets te ver ingezoomd. Want ik zie nou al dat jij zeg maar uit beeld gaat hier. Sorry. Het kan wel beter zeker zijn, toch? Tot zover, OJ. Want ja, die is al spelende wijze aan het leren. Hè? Dan ben je het opnemen. Ja, dan, ja. Dat vind ik normaal niet erg. Voor iemand die stage loopt of gehandicapt is. Ja. Maar nu begint me op te breken. Ja. Kijk, bij de NOS werden stagiairs gewoon met seks en zo mee bedreven. Door types als Tom Egbers. Maar ja, deze man... Is het nu allemaal goed, OJ? Ja, we hoeven niet meer in of uit te zoomen. Je hoeft ons niet meer even tijdens de uitzending lastig te vallen met iets. He? Geen nootjes in je mond. Ook niet een nootje eten, net als een paar keer weken geleden. Is ook wel goed? Ga maar gewoon je programma maken. Ja. Het is toch onmogelijk met zo'n staatsmogol achter de camera? Ja. Mocht u nog steeds aanmerken hebben op beeld en geluid, mailt u ons het even, stuur we door naar OJ. Dan kan hij dat voor de uitzending kan die daar weer wezen. En OJ dus niet... Tijdens de uitzending. Ja. Goed. Ja, Wim Kieft, daar waren we. Waren dan de brenger van het slechte nieuws. En dan zou je denken, krijg je de ontkenning of zo? Nee, helemaal niet. Niks. Ik kreeg alleen maar berichten van mensen die ook adresjes hadden waar dit gebeurde. Ja, ik heb meerdere berichten gehad van mensen die zeiden, ja, Wim is zwaar aan het zuipen. En die heeft gesnoven waar ik bij was. Ja, in Bloemendaal vooral. Zelfs op de eilanden. Ja, ook zelfs op de eilanden. Zijn ook dealers? Nou ja, ze hebben uiteindelijk overal dealers natuurlijk. Ja. Op de eilanden hebben ze zeker ook dealers. Was het Wim Kieft met zijn advocaat? Nee, het was niet Wim Kieft met zijn advocaat. Het was de Volkskrant met zijn advocaat. En een bekende advocaat, Jens van der Brink. En die kennen we nog van de televisierzaak. Ja, want Jens van der Brink heeft voor elkaar weten te krijgen dat Publieksprijs Televisier ons onrechtmatig uit dus de Publieksprijs wist te flikkeren. Maar dat de rechter zei... Ja, oké, dan laat het maar zo. Ja. Dus Jens van der Brink is een fantastische advocaat. Wil je niet graag tegen je hebben. Nee. Ja, als je toch van elkaar weet te krijgen dat iemand zegt... Ja, dit mag niet.
maar we doen er niks aan, dan ben je een topper. Ja, ja, ja. Maar goed, Jens van der Brink, die stuurde een mailtje vanuit de Volkskrant en die zei... Ho, ho, hey, hey, dit gaat zomaar niet. Jullie zitten verkeerd. Jullie hebben de vrijster, hè? Tegenwoordig vrijster noemen, hè? Volgens mij. Of mag ik vrijer zeggen? Ja, alles is tegenwoordig genderneutraal, weet ik wat allemaal. Maakt het uit. In ieder geval die meid waar Tom Egberts op lag. Angela Wals. Angela Wals. Verkeerd beschuldigd. Want het was niet Angela Wals die bij de stage door Tom bepoteld is. En 3 jaar lang lekker tongen in het huis naast hun. Nee, dat was Angela Wals niet. Jullie zijn verkeerd. Jullie zijn fout. En jullie zijn ook nog wel eens... vervelende flikkers. Ja, sterker nog, Angela Wals was helemaal van streek. Want Angela Wals heeft haar Facebook, Twitter, website, alles offline gehad. En dat riekt natuurlijk naar verontschuldigingen, zou je dan denken. Van ons. Van ons. En daarom gaan we naar het blokje. We gaan naar het... Rida, roeroeroeroeroe, rectificatieblokje. Roddelpraat, rectificatie. Sorry. Ja, 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 ja. Want dat is toch verschrikkelijk als je de verkeerde vrouw beticht van de verkeerde zaken. Het was schandalig en het was vreselijk en ook vooral helemaal niet leuk. Want, ja, dat is misschien een beetje raar, maar mijn ouders lezen de Volkskrant. Oh. Dus moeder was weer eens een keer niet trots op haar zoon. Want die zei, de hoofdredacteur heeft een stukje geschreven over wat je nou weer verkeerd hebt gedaan. Ik zeg, mam, geef mij die krant, want ik lees al lang al geen dode bomen meer. En daar heb ik het hele verhaal van, ja, van Pieter Klok is nagelezen. Het ging zelfs zo ver dat een roddelkanaal, nou dat zijn wij dan blijkbaar, de naam van die medewerkster naar buiten heeft gebracht. Angela Wals. En dat was niet de goede naam en verschrikkelijk. En ze hebben ook nog eventjes haar contactgegevens naar buiten gebracht. Nou, dat laatste is natuurlijk alweer gelul. En dat heb je altijd met de Volkskrant. Als ze dan denken dat ze iets hebben, dan overdrijven ze een beetje. Want we hebben maar geen contactgegevens naar buiten gebracht. Dat zouden we helemaal niet doen. Dat slaat helemaal nergens op. Het enige wat we hebben gezegd is dat het Angela Wals was. En wat bleek? Het bleek Angela Wals niet te zijn. Nou, dus Jens van der Brink, ah, je moet dit, je moet dat. En toen zei hij op een gegeven moment, maar Jensie, wil je ook een rectificatie? En toen zei Jensie... Nou, dat ging iets anders. Jens stuurde eerst een mail, het moet offline. En we willen een rectificatie. Oh, ja. En een half uur later, PS, we hoeven toch geen rectificatie. En dat is gaaf. Ja, want uiteindelijk zei hij dus, we hoeven geen rectificatie. In eerste instantie zei hij, we moeten wel een rectificatie. En dat is raar, want als wij het verkeerd hebben, dan wil je toch een rectificatie... En waarom begin je een hele zaak als je niet een rectificatie wil? Dan zeg je toch, ja hallo, je hebt een verkeerde naam gegeven. We willen een rectificatie. Geef een rectificatie dan. Maar nu zei hij, hallo, je hebt een verkeerde naam. Maar we hoeven geen rectificatie. We moeten het alleen laten verdwijnen. En dat is een beetje raar. En daar werken we niet aan mee. Want wij vinden de Volkskrant namelijk een verschrikkelijke zure rotkrant. Is niet? Oh, nee, ik heb die krant eigenlijk nog nooit in mijn handen gehad. Dus ik kan er niet zoveel over. En dat spreekt dan wel weer voor de Volkskrant. Eigenlijk is dat een topkrant. Ja? En zeker ook na zo'n artikel over Tom Egberts. Want zelfs mijn moeder, dat is toch een feministe, die zegt van... Is je moeder een feministe? Jazeker. Oh, ik ben feministisch opgevoed. Krachtig. Geëmancipeerd en feministisch opgevoed. Krachtig. Uit een VPRO Volkskrant gezin. Ja, zeg maar, uit intellectualiteit. Ik kom gewoon uit gezin waarin de scheiding mijn vader en mijn moeder van het toilet trok. Nou ja, dat is... Dat is ook het grote verschil. En het grote grap is dat je na al die jaren nog steeds dat verschil ziet. Nee, maar dat namelijk begrijp ik mensen dan wel, die ja? dingen lezen en mensen die dingen kijken. Mijn vader werd gehoord met het Reformatorisch Dagblad. En daarin past dat dan weer wel. Het zal allemaal wel. Afé, terugkomend op het hele verhaal. Pieter Klok is eigenlijk de grootste roddelkanaalbezitter van Nederland. En die gaat dus op een gegeven moment een brief schrijven in zijn Volkskrant dat wij thuis zijn en dat we de verkeerde vrouw hebben aangewezen. En dat is ook, want de vrouw waarom het gaat is niet Angela Wals. Maar wie is dan toch die Angela Wals? Ja, maar dan zou je kunnen denken van we hebben nu genoeg ellende op de hals gehaald. Ja, waarom noemen jullie de hele tijd die naam van Angela Wals? Ja. Want dat mocht niet meer. Dat komt zometeen. We komen terug zometeen bij Angela Wals. Want wij denken shit, verkeerde naam. We moeten die goede naam hebben. Nou, en die goede naam hebben we. Daar beginnen we mee. Komen we daarna terug op Angela Wals. Want die is ook nog niet jarig. Dus we kunnen het weer uitroepen, Jan. We hebben een nieuwe naam. Ja. Dus we hebben weer een. Ja, ik kan niet zo hard schreeuwen. Nee, maar doe je best. Denk aan de zoutkraam. Of wat is het? De zoutkamer. Jens Brink. Jens van der Brink. Ik hoop dat je klaar zit. Ja, Volkskrant zit ook al. Ik kwam van diep. Ja, want die naam is...
Misha Wessel. Misha Wessel. Je zou zeggen, moet je dat nou wel doen? Ja. Want je bent godverdikke, vorige week heb je je vingers verbrand. Je hebt zelfs de uitzending moeten laten verwijderen. Vanwege dat je de verkeerde naam hebt genoemd. En ze dreigen met een bodemprocedure. En met een bodemprocedure. Dat is niet uit te sluiten, overigens. En ik zeg, nou, die komt nu alsnog. onze fout. Het was niet mevrouw Angela Wals. Het was Misha Wessel. Misha Wessel was dus degene met wie Tom Egberts 3 jaar lang heeft getonkt. Wat ik niet geloof, want hij heeft natuurlijk gewoon 3 jaar lang liggen wippen. Liever gezegd, even met alle respect. Hè. Kijk, de Volkskrant is een kutkrant. Altijd een kutkrant geweest. En deze vrouwen zullen misschien ook... maar ik wil toch dat verhaal van Tom Egberts, dat hij alleen maar heeft lopen tongen. Ik vind haar heel vervelend. Ja, je weet, ik ben pro-Tom. Ik ben ook pro-Tom. En nee, Tom... maar jij hebt niet zo'n liefdesstuk over Tom geschreven. Nee, want dat sloeg ook helemaal nergens op. Het was walgelijk om te lezen. Dat was prachtig. Ja, verschrikkelijk. Ik denk dat je onder de medicatie zat in Zagreb. Maar goed, waar het om gaat is... Tom Egberts heeft gewoon zo vreselijk veel wijven uit elkaar liggen scheuren daar. Bij de NOS-redactie. Die heeft vrouwen op de toiletten staan te viroljeppen. Alsof het niks was. Tom staat bekend op... Ja, ik heb er nog geen problemen mee. Nee. En Tom was de geile beer van de NOS Sport. Die naaide alles met de hartslag. Het is niet geloven. 37 graden profiel heet dat. Tom vond een beetje koorts ook niet erg. Of lichte onderkoeling. Het maakt er niet uit. Tom, die stopt altijd zijn tommetje erin. Without any doubt. De dames vonden het trouwens ook niet vervelend. Want die deden allemaal zelf mee. Nou, Tom vond het wel prettig als de dames wat jonger waren. En dat begrijp ik, Tom. Maar dan kun je ook... Wil jij die weg weer opgaan? Ja, nee, ik heb het over dames, geen meisjes. Oh, goed. Maar Tom is natuurlijk een seksbom, als je hem ziet. Tom Egberts, de echte meid met, over wie het verhaal dus gaat, is dus Misha Wessel. En die werkte tot 2018 bij de Volkskrant. En zeggen we dan dat zij de bron is van het verhaal? Het zal mij verbazen als het niet zo is. Ja, dat is natuurlijk heel raar als je zegt dat je die persoon... dat die niet heeft meegewerkt, dat je die niet kent... dat die vrouw geen commentaar wou geven. Maar ook deze vrouw werkte voor de Volkskrant. En dat is het hele verhaal. In het stukje van de Pieter Klok, van de hoofdredacteur... doet hij net of het belachelijk is dat roddelkanalen... overigens schrijft hij zelf ook allemaal roddelverhalen... dat roddelkanalen verzonnen hebben dat die vrouw bij de Volkskrant werkte. Deze vrouw, waar het dus echt om gaat, die Misha Wessel... werkt ook bij de Volkskrant. Ja. De vorige vrouw die hebben we genoemd, Angela Wals... die werkt nog steeds bij de Volkskrant, schrijft nog steeds stukjes. Maar... Oké, we hebben nu de goede naam genoemd, maar we hebben de verkeerde naam vorige keer genoemd. Hoe kan dat dan? Waarom maken jullie dat soort fouten? Doen jullie geen research? Zijn jullie hele slechte mensen? Het antwoord daarop is allemaal... Ja! Ja, en dan gaan we natuurlijk naar Angela Wals. Ja, ben je weer overeind? Ja. Ben je weer mannetje? Want Angela Wals was natuurlijk genoemd. Angela Wals was verdrietig. Angela Wals was verdwenen. Een advocaat kwam en had zomaar de verkeerde naam genoemd. En ik moet eerlijk zeggen, dan baal je. Want je doet zo goed researchwerk. Nee, dat is niet waar. Dat is niet... Ja, of gaan we nu... We zouden niet meer liegen. We hebben niet heel goed researchwerk gedaan. Anders hadden we niet de verkeerde genoemd. En alles klopt wat je daarna zoekt. Alles klopt. Nou ja, alleen de naam niet helemaal. Zoveel bronnen. En dan denk je van, hoe kan het nou dat je de mail hebt dat je de verkeerde hebt? Dus we waren verdrietig. Had een andere naam. En toen kwam Yvonne Kolderweij met het verlossende antwoord. Want... Yvonne Kolderweijer, die zegt dus op een gegeven moment... en nu ga ik voorlezen... en dat is misschien niet prettig met mijn stem op dit moment... maar ik kan wel beter voorlezen. Dan, altijd beter dan jij voorleest. De dame die is genoemd door Roddelpraat... is inderdaad niet het slachtoffer. Slechte researchman. Verschrikkelijk. Uit het Volksartikel. Er is verwarring ontstaan... omdat ook deze dame jarenlang een affaire heeft gehad met Tom. Ja... Ja, en dan ja. Wordt het een beetje rommelig, hè, Pietertje? Pietertje is dus de hoofdredacteur. Kijk uit voor wie je het opneemt. Want deze dame verspreidt in haar eigen omgeving, dus aan meerdere mensen, ja, dat zij het slachtoffer is van Tom Egberts en daar dus een boek over aan te schrijven is, zoals we vorige uitzending hebben gemaild. Het is dus niet voor niks dat de verkeerde naam rondgaat. Vraag jezelf af hoe dat komt, Pietertje. Dat komt, Pietertje, omdat deze vrouw A, ook voor de Volkskrant werkt, heeft gewerkt, en B, ook met Tom Egberts heeft liggen wippen. En zij vertelt dat ze daar een boek over aan het schrijven is. Het is niet helemaal gek dat we haar hebben genoemd, hè, vriend. Niet helemaal gek. Je kunt er niet echt zeggen van... Ja, die vrouw heeft er helemaal niks mee te maken.
Nou, die heeft er alles mee te maken. Die heeft namelijk Tommetje ook meerdere malen van dichtbij gezien. Hè? Ja, nou. Ja. Eigenlijk kan Tom een soort van kwartetspel op touw zetten met collega's van mij die een affaire heeft. Nou ja, goed. Kijk, het is heel, heel erg bekend. Kijk, al die vrouwen die bij de Volkskrant werken, dat zijn natuurlijk allemaal linkse, politiek correcte meisjes. En dat zijn eigenlijk over het algemeen altijd vrouwen die heel geil zijn. Ja? Linkse meisjes zijn over het algemeen heel geil. Oké. Ja, die worden niet echt beperkt door enige vorm van ratio. Die worden niet echt beperkt door gezond normaal nadenken. Die denken eigenlijk alleen maar met hun hartje en met hun foefje. Maar is Tom dan een hele rechtse man? Nee, maar het is wel gewoon een kerel die zegt van joh, koppetee, broek naar beneden. Handjes tegen de muur, kontje erachter. Hier zo met Tom. Bam! Ja, zo is dat gegaan. Zo is dat gegaan. Zo is dat gegaan. Ja. In ieder geval, Michel Wessel... We verwachten morgen een mailtje van ook jouw advocaat, Jens van der Brink. Ja, want dat is natuurlijk wel een beetje de vraag, Dennis. Waarom was de Volkskrant heel boos, maar schreef die Pieter Klok een hoofdredactioneel stuk waar hij eigenlijk niemand benoemde? Hmm. Krijgen wij een advocaat op ons dak die heel snel zegt, doe toch maar geen rectificatie. Oftewel, rakel het niet nog maar een keertje op. Waarom is dat? Nou, ik denk dat het duidelijk is wat we nu hebben verteld, omdat de zaak veel heftiger stinkt dan wij denken. Want er spelen dus allemaal problemen mee bij de Volkskrant. De Volkskrant heeft dus verschillende vrouwen rondlopen die met een verhaal over Tom Egberts naar buiten zijn gekomen. / anoniem, / binnenkort met een boek. Ja. Dus mij niet beschuldigen, Pieter. Nee. En nu staat, dat vind ik hypocriet. Ja, en nu stond er ook overal dat ik Angela Wals een loeder heb genoemd. Dat klopt. Neem je dat terug? Nee. Nee, want ze komt nog steeds met dat boek. En ik heb gewoon een beetje bestudeerd op Google. Ik vind dat geen prettige vrouw. Ja, dan kun je dat best zeggen. Ja, dat is toch... Ja, en Misha Wessel, ook een loeder. Ja. Ja. Waarom? Ja, ik weet niet. Ik vind het lekker woord. Het bek lekker. Ja, nou ja, dus dit kost 2 keer extra bij de rechtbank. Maar daar hebben we het voor over bij Roddelpraat. Jullie zijn allebei loeders. En Pieter Klok is een... hypocriete klootzak. Ja, en Jens van der Brinken, tot snel dan weer, hè? Ja, en dat is wel een topadvocaat, dus dat is naadje. Van bodemprocedure inderdaad. Oké, dan gaan we toch naar de rechtbank. Prima. Dan gaan we het eens even laten zien. En dan gaan we eens eventjes naar buiten brengen wat die mevrouw Angela Wals allemaal vertelt. Met welk boek ze bezig is. Dan gaan we toch allemaal naar buiten brengen. Prima. Ja, Michel alleen, mee. Wat je dan krijgt. Tom mee. Tom moet ook getuigen. Zeker, die roepen we zeker op. We roepen ze allemaal op. Ja. Alleen het punt is een beetje dat de Volkskrant met zijn beeld bloot moet. Over hoe dat precies dat artikel is opgebouwd. En wie eraan mee heeft gewerkt. Nou, dat wil de Volkskrant niet. Dus mijn voorspelling, dit is de voorspelling van Jan, is dat we er nooit meer wat van horen. Ja, en stel we horen toch, Johan Pieters was dit weekend bij mij. Oh. Ja. En? Hij is er klaar voor. Boom. Boom. Ja, top. Kunnen wij het volgende onderwerp gewoon draaien of... Is het niet handig als jij de audio beluistert van de camera in plaats van... Nou ja, we zijn een beetje bang voor het eindproduct als het zo doorgaat. Ja, komt helemaal goed. Ja. Het zweet druipje van de voorhoofd. Nou, dat niet, maar ik heb wel koorts. Is dat van woede, van net? Nee, ik ben echt ziek. Ja. Maar dat is heel vervelend. Hoe lang ben je al ziek? Ik ben al maanden ziek. Ja, verschrikkelijk. Ik zou me niks verbazen als ik de vliegende touwtering gecombineerd met aids heb of zo. Maar wat je er altijd bovenop helpt is romantiek! Ja. Ik ben gek op liefde! Ja, we gaan door naar romantiek en dan gaan we door naar Gordon! Ach, Jezus Christus. Die vieze, vuile, bipolaire coachjunk heeft weer aandacht, hoor. Verschrikkelijk. Nou, vertel maar. En wat van aandacht en wat van mooie aandacht. Warmte, liefde en verhoging. Ja, ga door. Want 13 januari deelde Gordon dat hij zijn liefde van zijn leven had ontmoet, namelijk Gavin. En leuk. Nu op 26 maart zijn ze verloofd. Ja. Ja, kijk, ik ben altijd heel cynisch over Gordon. Ik noem hem een bipolaire coke junk. Over het algemeen omdat het een bipolaire coke junk is.
Ik ben niet heel erg gecharmeerd van Gordon. Omdat, ja, ik vind het gewoon niks. Maar ik gun die man toch wel een potje liefde. Was jij ook niet vroeger fan van hem toen die hit zat? Kon ik maar even bij je zijn en zo. Was jij toen geen fan van hem? Nee. Nee? Nee, ik vind het een verschrikkelijke man. Maar die is niet goed bij zijn paas. Terwijl toch heel veel mensen mij altijd een foto sturen als jij het over Gordon hebt. Dat jullie qua uiterlijk net broers zouden kunnen zijn. Ja, dat slaat echt helemaal nergens op. Nou ja, als jullie het hoofd ernaast zetten. Ja, omdat hij ook een dikke kop heeft. Nou, oh. Hij gaat weer met een vrouw trouwen. Wil hij weer een kind? Gaat hij weer met een man trouwen? Heeft hij weer een ziekte? Wil hij weer een kind? Gaat hij met een vrouw trouwen? Gaat hij weer met een man trouwen? Heeft hij weer een andere ziekte? Dat gaat al tientallen jaren zo door. En nu gaat hij trouwen met Gavin. En dan gaat straks, net voor het huwelijk, gaat het toch weer niet door. Het gaat straks toch weer niet door. Want Gavin bleek toch niet helemaal prins op het witte paard te zijn. Of het witte paard met een prins. Weet ik, of een paardenlul op een... Weet ik veel. Het gaat toch waarschijnlijk niet door. Want het was toch niet helemaal de man van zijn dromen. En dan kan hij weer een half jaar lopen janken. Oh, ik ben zo eenzaam en alleen. En Gavin was een oplichter. Doodmoe voor de vliegozer. Ja. Maar tot die tijd... Van harte gefeliciteerd. Ja, en Gordon heeft ook een hele mooie reportage laten maken. Hè? Want hij werd natuurlijk ten huwelijk gevraagd door Gavin. En toen dacht Gordon direct, die schrok van het aanzoek. Toen heeft hij een camerateam laten overvliegen. Oh. En dit is het resultaat. Romantisch. Hij heeft een filmpje proposal gemaakt? Nee, ja. Niet. Ja. Hij heeft er een filmpje van gemaakt. Ja, ja, ja. Een camerateam met elkaar. Nou, dit is toch niet echt? Dit is toch echt heel... Pats. Ja, pats. Dit lijkt net een vieze pedo in Thailand. Dat is een kind. Maar dit is toch heel vies? Het is wat horen we nu? Ja. Er zit een camera in de anus van Gavin die dat al opneemt. Wat zitten we nu? Horen we? Nu komt de tekst, als het goed is. You are the most amazing man I ever met. Kijk, ik gun die dikke vieze frat alles hoor. Want laten we eerlijk zijn, het zit Gordon niet mee in zijn leven. Hè? Lelijk. Homo, uitgekotst, een zanger die ik niet kan zingen. Het is eigenlijk verschrikkelijk. Overigens zei ik homo en dat bedoel ik niet homofobisch. Want het lijkt me hartstikke leuk om homo te zijn. Behalve, ja, het lijkt me helemaal niet leuk om pijn in je reet te hebben de hele dag. Wat? Het lijkt mij überhaupt niet leuk om homo te zijn. Ach, het was je. Nee, het lijkt mij niet leuk. Nee? Nee. Want je vindt het verschrikkelijk? Dan moet je bijvoorbeeld met een man tongen. Had me wel veel gezeik bespaard. Zeker. Je hoort wel heel vaak van mensen, die spreek ik dan, want dan zeg ik wil zelf nog kinderen, die hebben dan kinderen en dan heb ik het er met die mensen over. Dan zeggen ze, ja, als ik het opnieuw kon doen, ja, had ik het niet gedaan. Oh, echt? Ja. Nou, ik zal je vertellen, en dat, nu wordt het wat soepchappig, en zeker in jouw oren, aangezien je een verschrikkelijke jeugd hebt gehad. Ik ben gek op mijn kinderen. Echt, ik had het nooit anders gedaan. Ja? Nee, ik vind het echt zo superleuk. Ik ben zo blij met mijn kinderen. Mijn jongsten zijn 13, die kunnen toch godverdomme zelf wel boterhammen smeren. Vind ik gewoon leuk. Ja. Zal ik boterhammetjes smeren? Zeg, hier, een beetje zakkie brood. Ja. Pakje drinken. Dikkie. Koek. Dikkie. Nee. Ja, een bekkie op een klootzak. Ja. Flikker toch op, man. Dikkie. Scarface. Dikkie. Ja. Dikkie, man. Dat is normaal. Ik sta gewoon mijn kinderen een broodje te smeren. Nee. Ja, ongelooflijk onaardig. Jee, Dikkie is wellicht jouw bijnaam, maar thuis, hè. Maar ik had het over een pakje. Wikkie. Nee, ze krijgen dat appelsap. Oh, okay. Oh, Wiki, dat is dat spul met dat is gemaakt van. Wat was dat nou? Dat heb ik een keer gelezen. Dat, van insecten. Ja. En dat pletten ze dan. En dan kunnen ze die kleurroze maken. Goed zo. Ja, dat gaat nergens over. Ja, lekker, Dickie. Jee. Oh jee. Oh jee. Hallo. Even die banaan uit je mond. Weet jij van Wiki? Dat, die kleur, dat doen ze toch van luis of zo? Luizen? Heb je geen idee? Nee. Ik voorspel hier, Dennis Schouten voorspelt hier met de grootst mogelijke zekerheid. Die gaan dit jaar trouwen, volgend jaar scheiden. Het hele huwelijk gaat helemaal niet door. Let maar op. Dat weet ik nou al ja, zeker. Ja, dat weet ik helemaal zeker. Ja. Overigens, zij gaan nu trouwen. Jij bent nu ook een tijd samen. Ga jij ooit nog trouwen? Zeker niet. Niet?
Ben je gek? Denk je dat jouw partner daar wel voor open staat? Dat zou heel goed kunnen. Alleen, ik ben nog steeds aan het betalen van de vorige keer. Dat is me niet helemaal bevallen. Ja? Nee, mijn vriend. Ik zal jullie vertellen. Deze ezel stoot zich niet twee keer aan dezelfde steen. Geen bruiloft. Zeker niet. Ik denk dat dat dit fragment veel teleurstelling oplevert thuis. Dat kan, ja. En dan gaan we weer naar een van onze nieuwste rubriekjes. En dat zijn niet de commands! Die echt veel mensen missen op dit moment. Nou, ik niet. Nee. Ik kan ook niemand bedenken die ze missen, behalve jij. Toen. De maatschappij, dat ben jij. Toen. De maatschappij. Dat ben jij. Ja, en dan gaan we natuurlijk weer door naar taboes die doorbroken moeten worden. Ach, en ik vind ook dat er heel veel taboes doorbroken moeten worden. Heel vaak ook. Ja, bijvoorbeeld het taboe praten over de overgang. Er zit een groot taboe op. Ja, praten over de overgang, dat gebeurt niet vaak. Nee. En godzijdank is dat wel gebeurd. En niet zomaar iemand heeft die handschoen opgenomen. Niet zomaar iemand is voorvechter geweest. Mensenrechtenactivisten. Absolute wereldtopper. Tanya Yes! Ongelooflijk! Tanya Yes maakt het eindelijk bespreekbaar dat vrouwen op een gegeven moment in de overgang gaan. Ja, ja. Wat is het bij jullie thuis wel bespreekbaar met jouw vriendin? die zitten nou toch denk ik wel zo... Ik weet dat jij heel weinig verstand hebt van vrouwen, maar op die leeftijd zit je nog niet in de overgang. Nou ja, 40 onderbij toch? Nou, ook niet, nee. Maar dat is ook nog niet. Niet? Nee. Oh, heb je ook een jong meisje? Nee. Nou, nee. Oké. Okay. Nee, nou ja, niet. Goed. Maar, de overgang. Sprak je er dan over met je moeder bijvoorbeeld? Nee, natuurlijk niet. Waarom zou ik daarover praten met mijn moeder? Maar zij doet, dat is met al die taboes. Dan gaan ze net doen als er over iets verschrikkelijks aan de hand is. Dat het niet besproken wordt. Nou, vrouwen komen in de overgang. Ongelooflijk. Krijgen ze opvliegers. Krijgen ze opvliegers. Dan krijgen ze ongelooflijke natte oksels. En een droge spleet. Ongelooflijk. Ja, en op een gegeven moment worden ze niet meer ongesteld. Kunnen ze geen kindjes meer krijgen. En dan knippen ze hun haar af. Nemen ze een brilletje. En een vliesjasje. En dan voor de rest allemaal goed. Wacht op de dood. Nou, lekker belangrijk. Waarom zullen we het daarover moeten hebben? Er is nog helemaal geen taboe op overgang. Nee, nou ja, kennelijk wel. Want jij hebt het er niet over gehad over de toekomst van jouw vriendin. En het verleden van je moeder, bijvoorbeeld. Dus dat was een reden. Als mijn moeder tegen mij zegt van Jan, zullen we het even hebben over mijn overgang? Dan zou ik zeggen, nee, dankjewel. I don't fucking care. Oké. Okay. Ga het maar hebben met mijn vader erover. Ja? Nou ja. Ik heb bijna een schedel dat ze opvliegers heeft en zweetokseltjes. Ik heb het helemaal niet schelen. Heb je het dan wel met jouw kinderen over de lentekriebels? Hè? Heb je het dan wel met jouw kinderen over de lentekriebels? Nou, mijn jongste kinderen zijn 13. Ik denk dat die wel snappen waar Abraham de mosterd haalt, vriend. Ja. Waar hebben ze nu op school de lentekriebels? Nee, want die zitten niet meer op de lagere school. Ik weet nog dat toen jij 13 was, dat je in groep 7 zat. Maar mijn kinderen die zitten gewoon op de middelbare school. Ja, ik ben wel een keer blijven zitten, ja. Ja. Ik ben wel een keer blijven zitten, ja. Nee hoor, maar die lentekriebels. Weet je wat het is? Volgens mij moeten we zo langzamerhand net doen of het allemaal helemaal normaal is. Dus alles is helemaal normaal. Maar mijn kinderen kregen wel op de lagere school te horen dat het heel normaal is om van geslacht te veranderen. Heel normaal. Ja. Of dat je non-binair was ook heel normaal. Ja. En tegenwoordig leren we dan kinderen van een jaar of 6 wat pijp is. En hoe je een clitoris moet kneden van klei. Heel normaal. Ja, ik zou wel een conservatieve oude gek zijn, maar ik vind het niet, ik vind het niet zo heel normaal. Ja, ik moet wel zeggen, als je een clitoris kneedt, weet je wel hoe dat eruit ziet. Ik ken mensen die weten niet hoe het eruit ziet. Laat staan te vinden. Ik ken mensen die... je hebt het nu gewoon... je spreekt het eigen werk. Autobiografisch verhaal. Weet je hoe ik de clitoris noem? En wat voor jou ook een aanwijzing kan zijn om hem te vinden? Ja, de deurbel. Nee, de little man in the canoe. Denk daar maar eens over na. Ja, zullen we dan beginnen met wat de canoe is? Ja, maar, the little man in the canoe. Wat is de canoe? Het is een kano. Oh, oké. Okay. Kleine mannetje in een kano. Oké. Okay. Tanya Yes! Ja, die had 2 maanden geleden nog taboe doorbreekt over transgenders. Ze heeft haar eigen zoon-dochter daarvoor ingezet. Ja, dat is wel lekker.
Maar zij heeft dus nu, denk ik, een ongelooflijke droge groef. En dus, nu kan ze daar dan aandacht op vestigen. Precies. En Tanja zit bij je op in en Tanja trekt van leer. Ik rond hierover op, Tanja. Nou ja, weet je wat is? Ik snap wel waar het vandaan komt. We zijn allemaal geïndoctrineerd door die cultuur en we opgroeien waarin dat gewoon een beetje weggestopt wordt en we hebben het er niet over. En zogenaamd gaan we allemaal niet in de overgang. Ik ken ook nog steeds vrouwen die zeggen: nee, ik ben nog niet in de overgang hoor. Nee. Met een soort van misplaatste trots. Alsof je dan een beter gelukte vrouw bent of zo. Omdat je nog niet in de overgang bent. Mijn moeder zegt nu dat ze nooit in de overgang geweest is. Nou, niet zo heel lang geleden nog kaal geschoren. In een bepaalde periode. Dat is de oma. Dat was de oma. Volgens mij ook de moeder hoor. Oh, nou ja. Die zat in de jugend. Dat die ontkent dat ze in de overgang is geweest. Who cares? Ja. Wat? Nou en, gaat dit nog door? Ja, dat gaat nog door, want Tanja zit hier te boerderbreken. Maar er komt ook nog iemand zo meteen die gaat vertellen over dat er onderzoek komt. Ja, gelukkig. Ik kan me nog levendig herinneren, al die toestanden met nat gezweet haar en weet ik veel. Maar het is toch heel erg zoiets van, ja, dat wil je niet zijn, want je bent officieel oud en afgedankt. Ja. Nou, is Tanja voor jou oud en afgedankt? Zeker, ja. Dat is Tanja toch ook? En niet alleen voor mij, maar ook voor haar man. En daarom neukt hij zoveel buiten de deur. Ja. Maar, of niet? En heeft hij ook daardoor die verkrachtingsfantasie? Nee, dat heeft meer te maken met de opa van Tanja Jesch. Die deed dat veel aan het Oostfront. Wat doe ik nou? Nou ja. Van de kaalgeschoren opa naar... Haar opa, die stond aan het Oostfront. En ja, die wilde nog wel eens een... laten we zo zeggen, een boerderij binnenvallen. Oké. Okay. Met zijn genossen. Oké, okay, en die is overleden nu, hè? Dus het zou kunnen dat hij jouw nichtje er even op moet. Jezus Christus. Ja. Hoe kan dat nou? Mijn nichtje, ik had er niet opeens in 1944 in een Russische boerderij hebben gezeten. Ja, maar jij zei altijd dat niemand ervan wist. Dus als het toen heeft plaatsgevonden, verklaart dat een hoop. Ja. Hey, misschien als de Volkskrant toch weer dit oppakt, dat je familie ook dit fragment weer een keer ziet. Ja, ik hoop het. En dan wens ik jou een fijn weekend. Nou ja, we spreken elkaar al niet meer, dus dat maakt niet zo uit. Ach, fijn. Goed, nu komt dus het vervolg hierop, want het is natuurlijk een taboe. En als er een taboe is, moet er actie ondernomen worden. Zeker. En actie kost geld. En gelukkig zijn er dingen aan het veranderen. En Dorenda speelt daar een belangrijke rol. Ja, Dorenda, wat jou betreft moet het klaar zijn met het stigma. En je wilt dat er meer onderzoek komt. Je vraagt een beter onderzoek doen naar opkrullend tandvlees. Naar de overgang. Verschrikkelijk. Ja, ik dus niet alleen. Hè? Nee, met z'n allen. We hebben een hele grote groep. Een hele grote groep. Met artsen en diverse organisaties. Ja. Echt een mooi consortium. Consortium. En een aanvraag gedaan voor een grote subsidie. Grote subsidie. Het gaat eigenlijk over vier domeinen. Ja. Eentje het fysieke domein. Dus dat we betere zorg op maat willen voor vrouwen in de overgang. Natte oksels, droge poes. Met name aandacht voor vrouwen met mentale klachten. Helemaal. Huilen ook. Ondergeschikt. Overgang en werk. Ja, 80% niet meer kan werk. Zorgpersoneel is vrouw. Dus dan heb je. Ja, dan kan je moeilijk. Je kan er moeilijk met de natte oksels werken. In de maatschappij van de overgang. Enorme impact voor de maatschappij. Ja. Want het hoort er ineens gewoon bij. Dus het hoort erbij. Graag ook ophouden flauwe grappen. Ja, flauwe grappen mag ook niet meer. En laten we het serieus nemen. Laten we het serieus nemen. Beschouwen. Ja. Ja, Dorenda. Het is toch verschrikkelijk. Ze hebben dus met een consortium een enorme subsidie aangevraagd om een studie te doen of vrouwen met droge oksels wel lekker werken op dit moment. Was het een verstom gelul, man? Ja, met Dorenda als voorvrouw. Verschrikkelijk. Dorenda. Het is zoeken. Het is echt zoeken. Hebben we nog een probleem? Ja, vrouwen in de overgang. En of hoe dat dan gaat met hun werk. Ja, en dan moet veel subsidie voorkomen. Dat moeten we allemaal aan mee betalen. Ja, en dat er onderzoek naar wordt gedaan dat vrouwen er in de overgang zitten. En dan krijgen ze op een gegeven moment een opvlieger tijdens het werk in de zorg. Dus die lopen dan met de po naar iemand toe. Die moet schijten. En dan zeggen ze, hier met de po. En dan krijgen ze het warm. En dan geven ze alsnog die po. En dan doen we een onderzoek naar. En dan zeggen ze, er was toch een lichte vertraging in het brengen van de po. Ja. Want ze deed even Dan hele bijzondere beelden. Ja, want wij zijn ook bekend geworden in Afrika. Ja. En dat komt natuurlijk niet omdat OJ aan zijn thuisgrond heeft verteld dat hij nu werkzaam is in Nederland. Nee, dat komt... Ja, dat weten we eigenlijk niet. Ja, dat had ik graag verteld. Slecht verhaal. Ja, dat is echt... Maar goed,
ineens doken deze beelden op. Hè, mensen hadden een foto van ons gezien. In Afrika? In Afrika. En daar ging het. Hoera, gefeliciteerd met... Hoera, gefeliciteerd met jullie zwangerschap. Jan en Dennis. Jan en Dennis. Mwa. Wat de flying fuck was dat, man? Ja, ja, boodschap vanuit Donker Afrika. Ik dacht heel even dus dat het nep was. Nee, ja, nee, maar het is wel echt ook. Ja, het is echt, ja. Maar... Ja, er staan een paar donkere jongens te zoenen op onze foto. Ja, en die feliciteren jou met jouw zwangerschap. Bedankt, donkere jongens. Ja. Leuk. Ja. Ja, toch leuk. Ja. Ik had niet verwacht. Nee. Nee. Nee, ik kreeg dit zomaar toegestuurd. Ik schrok er ook van. Ja. Dat kan ik zeggen. Ja, vond je het leuk? En weet je van wie die muziek was op de achtergrond? Ja, van Louise. Ja, onze vriendin. Ja, dus ze is nog helemaal van deze tijd. Leuk. Ja. Ik vond het leuk. Ja? Leuk. Ja. Nee, ik hoop wel voor de jongens dat ze aan haar hebben gevraagd of ze haar nummer hiervoor mochten gebruiken. Oh. Anders kan dit nog wel eens... Ja, alleen ik denk dat Famke Louise met donkere jongens het op een andere manier oplost dan met onze... Ik denk niet dat het een rechtbank wordt, ik denk dat het een gangbang wordt. Ja, 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 nou ja, dat zou ook kunnen. Maar daar hebben wij helemaal geen moeite mee. Nee, als we er zelf maar niet bij hoeven te zijn als het om Famke gaat. Klopt. Want van mij hoeft iemand niet hele grote borsten te hebben, maar wel groter dan ikzelf. Ja, toch? Ja, dat is wel waar. Ja. Maar jij bent dan wel weer een echte kontenman. Nee, wat nee, man. Ik ben ook een borstenman. Oh ja, nee, ja. Nee, hoor. Gaat helemaal niet door. Nee, ik vind dat verschrikkelijk. Ik vind, ach, maar iemand die hoe zij praat, dat is toch verschrikkelijk? Ja, nee, ja. Maar toet eens een bella. Dan! Sorry. Dan gaan we naar ons. Ja, dames en heren, kijk, de reguliere uitzending die kan offline gehaald worden. Blijkt! Waarom zit jou te kloppen? Nou ja, van de... Oh, wie klopt daar, kinderen? Oh. En je weet nooit wie er dan onder de tafel vandaan komt. Die heb niemand meegenomen. Nou, we hebben geen stagiaires. Nee. Maar de extra kan nooit offline gehaald. Zo is het maar net. Die blijft altijd bij u. Dus daarom vragen we u... Wordt u donateur van dit prachtige programma? En we werken er snoeihard voor. En ja, waarschijnlijk nu Pieter Klok van de Volkskrant bodemprocedurentje erbij. Het enige wat scheelt is dat dat wel vaak enkele maanden duurt. Ja, dat, we kunnen even sparen. Ja. Maar in ieder geval, help ons nog dit programma te maken, potverdikken. Iedereen krijgt overal maar subsidie. Iedereen krijgt overal maar geld. Iedereen wordt overal gesponsord. En wij hebben helemaal niks. Helemaal niks. En jullie kunnen dat natuurlijk veranderen door donateur te worden van dit programma. Rommelpraat.backme.org. 5 euro's per maand, zodat we dit kunnen maken. En omdat we ook niet jullie helemaal met niks willen opschepen, krijgen jullie een extra op donderdag 6 uur in je doosje geworpen. En wat is dat nou? Dat is eigenlijk alles wat we een beetje overhouden van deze uitzending. En waarvan we denken, dat kunnen we niet uitzenden in de reguliere uitzending. Want er wordt misschien de uitzending offline getrokken door YouTube. Ja. Of door advocaten. Of door wie dan ook. Ja. Maar goed, dus steun ons op Rommelpraat.backme.org. Dat zou hartstikke lief zijn. Want iedereen heeft moeilijke tijden. Ook wij. Ja, en dan kunnen wij door. En dan hebben we hier... Ja, daar zijn ze weer, hè? Hey. Balsy met de Manmower. De tekst is voor jou. Komt-ie. Als Tom Egberts wel Balsy producten had gehad... Tom Egberts. Dan was het niet alleen bij Soenen gebleven. Nee, nee. Nou, dat geloven we niet. Maar dat maakt niet uit. Bij Balsy hebben we namelijk alles in huis om de kroonjuwelen en de body... van je helemaal in topvorm te krijgen. Ja, jij scheert toch de hele, alles? Maar ik scheer ook gewoon mijn gezicht ermee. Trim, trim. Trim? Ja. Met hetzelfde waar je ballen mee scheert? Ja. Ja, maar het is zeg maar waterbestendig, dus ik maak het wel schoon. Kijk, als je ziet, zit er ook nog haar aan. Van je ballen of van je gezicht? Ik denk van mijn gezicht. Ja. Ook voor onze onzekere tv-helden. Dus kies voor de lusten en niet voor de lasten... en score je spullen bij Balsy.
Met de Balzi-trimmer trim je het hele lichaam van A tot Z. Krachtig, waterdicht en draadloos. Ga jij die bush te lijf. Laat de trimmer zien. Ja. En met de Body & Balls collectie scoor je een set van onze unieke zeep voor jouw kroonjuwelen en body voor maar €20. Laat de zeepjes zien. Je hebt de zeepjes niet. Nee, dat weten ze. Oh. Leuk voor jezelf, maar ook het perfecte cadeau. En met meer dan al 200.000 blije mannen van Europa zijn wij een van de beste. Dus op naar balsie.nl, gebruik de kortingscode Kale Tom en krijg 20% korting op alles. Ah, Kale Tom. Als kortingscode krijg je 20% korting bij Balsie. Voor het scheerapparaat om je noten eens eventjes lekker haarvrij te maken. Of een lekker zeepje om de boer lekker te laten geuren. Ja. Heb jij last van zweetballen? Nee. Nee, dat gaat ook vaak hand in hand met een zekere corpulentie. Dikkie. Dag, Dikkie. Misschien als je wat meer wiki drinkt, dan word je minder Dikkie. Overigens, ze sturen er nu ook een paar op naar Tom Egbers. Want ja, je kunt overal door de privé zien waar hij woont. Want iedere keer als hij de deur om doet, plaatst ze foto's en zendt ze online. Ik vind dat wel sneu. Onaardig. Ja, als je iemands woning erop ziet. Maar ja, dat aan even het Santegoeds. Ook weer. En dan gaan we natuurlijk naar het stukken door collectief. NL! Ja, en dan is er nog maat. En dan is de maatactie nog van toepassing. Met het stukken van wanden van 1950 voor €15 per vierkante meter. En dat is weinig voor stukken, want wat een pleurwerk is dat. Heb je wel eens gestuukt? Nee, er is bij mij gestuukt. Oh? Ja. Door stukken door collectief? Zeker. En heel goed? Heel goed, heel goed. Heel goed werk bij stukken door collectief. NL. En het plaatsen van uw nieuwe badkamer. Oh. Dat kan al vanaf €5.000. Dat is geen geld. Dat is geen geld. Ja, een nieuwe badkamer. Ja. Ongelooflijk. Kan je dan lekker douchen. Ja, en badderen. Ja. En je ballen wassen. En als u zegt dat wij de enige zijn die zeggen dat het een geweldig bedrijf is. De Telegraaf zegt het ook. Bel ze maar op. Zeker. En ik zal even vertellen over stukken door collectief.nl. Kan je niet alleen maar bellen voor stukken van wanden of een nieuwe badkamer. Nee, daar kan je ook heen voor aanbouw, verbouw, doorbouw. Alles wat je kan bedenken waar wat gebouwd wordt. Stukken door collectief.nl. Ja. Mooiste collectief van Nederland. Hartstikke mooi gezegd. Dan gaan we naar het einde. Maar niet voor iedereen, want er staat dus nog een extra klaar. Het kan best zijn dat deze dan weer offline is getrokken. Je weet niet dat zou heel goed kunnen. Laten we rustig doen. Ik denk dat de Volkskrant geen zin heeft in groot probleem met ons. Want wij spitten dieper dan jullie kunnen verbergen. Ja, volgens mij heeft die Pieter Klok ook wel eens naar verder gehad. Het zou me niks verbazen. En volgens mij was er geen vrouw. Ik zeg niks. Nee, precies. Maar één ding, we merken het wel. Bedankt voor het kijken naar de Rolpraat. Ik ga naar huis of naar het ziekenhuis. Ja, naar het zouthuis. Morgen ga ik in het zoutkamer zitten. Ja. En ik zit morgen voor de litteken. Die gaan ze opereren. Dus... Ja, ze gaan morgen dat litteken nog niet opereren. Ja, ze gaan er naar kijken. Ja, oké. Ja, precies. Ik zou het jammer vinden. Ik vind dat je wel leuk staat. Ja. We zien jullie bij de extra. Dank u wel. Doei!